Hallo Wetmoe, jij bent de natuurkundige video. Deze gaat over een generator, dus een apparaat wat elektriciteit maakt. En je kan dat doen met behulp van een magnetisch veld. Hier heb je magneet, je ziet hier een homogeen magnetisch veld, dat zijn de blauwe lijnen. Het veld is homogeen omdat, dat kun je zien aan het feit dat de lijnen allemaal evenwijdig lopen en even ver van elkaar af liggen. Dus hier is overal de magnetische veldsterkte even groot. Nou, hier staat nu stil, maar aan deze hendel kun je draaien. Dan gaat het allemaal bewegen, dus dat even laten zien. Ja. En dan staat er binnen deze magnetisch veld, in dit draadraam, wat rood getekend is, ontstaat een stroom. En je ziet dat die stroom telkens van richting verandert. Dit is dus een wisselstroommotor. En dan waarom ontstaat die stroom nou? Ik zal hem even stopzetten. Er is natuurlijk een kracht, het apparaat wordt bewogen, dus je hebt een Lorentzkracht hier links en daar naar rechts. Ja, want hij draait tegen de klok in, kan hem ook allemaal op laten bewegen. En je hebt een magnetisch veld, dus met behulp van de linkerhandregel, die is in een ander filmpje al besproken, de FBI-regel ook wel eens genoemd, kun je dan bepalen wat de stroomsterkte in dit draadraam zal worden. En in dit geval is hij hier aan deze kant, die zit hier een beetje naar rechts, aan de andere kant is dat dan naar links en dan gaat het dus rondlopen. Laten we even verder gaan. En je ziet dat nu de stroom naar de rechterkant uitslaat. En als dat hem dan half omdraait, dan ziet hij dat hij naar de linkerkant uitslaat. Op dit moment is er even magnetisch veld in dezelfde richting als de Lorentzkracht, zoals je ziet. Dus staan ze niet loodrecht op elkaar. Dus heb je ook geen stroom. Er staat hier nog wel een pijltje getekend. Maar hier bij de voltmeter kun je al zien dat er dus geen spanning is en dus ook geen stroom. Dus eigenlijk zou die heel eventjes hier weg moeten vallen. Nou, met behulp van deze ringen kun je dus duidelijk zien dat in dit gedeelte, hier bij de meter, dat hier dus de stroom telkens naar rechts loopt, zoals nu, en naar links loopt. Zoals nu. Dus vandaar dat dit een wisselstroommotor is. Nou, richting omdraaien dan. Dus dan gaat het apparaat de andere kant op draaien. Je ziet, er blijft natuurlijk wisselstroom. Alleen je kan nu zien dat de Lorentzkracht nu precies de andere kant op gericht is dan net. Kijk, als ik weer terug verander, zie je. En dat is ook de stroomrichting veranderd. Maar het blijft natuurlijk wel gewoon wisselstroom. En dan kun je hier aan deze voltmeter kun je dat zien. En ook hier aan de rode pijltjes in dit circuit kun je zien dat die regelmatig van richting wisselen. En ook dat af en toe dus de stroom dus nul is. En dat is dus als het draadraam dus horizontaal staat en dus de Lorentzkracht en het magnetisch veld dus in dezelfde richting lopen, dan is de stroom minimaal, dus nul. En de stroom is maximaal als ze precies loodrecht op elkaar staan, zoals hier dus. Hè? En zoals hier, en je kan zien in de grafiekje hier, kun je zien dat in de tussentijd, ja, dat gaat hij dus van maximum naar nul en naar een ander maximum en weer terug naar nul. En het is dus een wisselstroom en de stroomsterkte is dus niet constant. Het is trouwens een spanning, maar de stroomsterkte geldt precies hetzelfde. Als je een grafiekje van de stroomsterkte zou maken, en dan zou die dezelfde vorm hebben. Nou, je kan ook een wisselstroom maken, dan moet je er weer zo'n commutator ertussen zetten, die ook wel zijn tegengekomen bij de gelijkstroom. En de commutator doet die zo in dat die wisselstroom, dat die dus weer omgepoold wordt. En dat betekent dus dat je ziet dat alle momenten dat bij de vorige situatie, ik kijk nu naar de grafiek, aan de negatieve kant zat, zeg maar, dat dat omgedraaid wordt. Dus je krijgt hier een stroom die telkens in dezelfde richting loopt, maar hij varieert wel weer tussen een maximale waarde en nul. En zoals je kan zien is de waarde zal nu maximaal zijn, want het draadraam staat, je ziet dat de Lorentzkracht loodrecht op het magnetisch veld staat, dus is de spanning maximaal en de stroomsterkte ook. En op het moment dat die vlak staat, zoals nu, dan polt de commutator sowieso om, dus er loopt sowieso even geen stroom, hier wordt het wel aangegeven, maar je ziet dat hij op nul staat. En als ik hem dan door laat gaan, dan slaat hij dus niet meer naar de andere kant nu uit, zoals net, maar blijft, gaat hij weer naar rechts. Omdat het nu gelijkstroom is. Dat komt door die commutator die ertussen zit. Met deze keer kan ik natuurlijk de draairichting omkeren. Dan krijg je natuurlijk ook een wisselstroom, alleen ja, daar gaat hij de andere kant op. Dat geef ik je dus nu zien.
Nou, weer blijft het natuurlijk dat hij een maximale waarde heeft als een draad aan, als de Lorentzkracht loodrecht op het magnetisch veld zat, zoals nu bijvoorbeeld. En dat de stroom, de spanning en de stroomsterkte nul is op het moment dat, dat die vlak staat. En dus dat het magnetisch veld en de Lorentzkracht in dezelfde richting staan, zoals nu. Dan is de spanning nul. Nou, je ziet, je kan dus net als bij de motor, kun je zowel wisselstroom als een gelijkstroom variant maken. Nou, eventueel in een volgende filmpje komen we misschien nog wat terug op de formules die hierbij horen. Volgen we even nog even over de generator. En in het filmpje al gezegd dat de generator die kan zowel wisselstroom geven als gelijkstroom. Het voordeel van wisselstroom ten opzichte van gelijkstroom is je misschien bekend. Het voordeel van wisselstroom is dat je hem kan transformeren. Dus je kan de spanning en de stroomsterkte heel makkelijk veranderen. En dat is met gelijkstroom is dat heel moeilijk. En het voordeel daarvan is dat als je de stroomsterkte heel klein maakt en de spanning heel groot, en je gaat dan elektriciteit transporteren door draad, dan is je verlies heel klein. Nou, dat doe je niet met een generator, dat doe je met een transformator. En die ziet er zo uit. Dus het bestaat eigenlijk uit twee koperdraden die gewonden zijn. Dat noem je een spoel. Eentje aan de linkerkant en eentje aan de rechterkant. En het aantal windingen, het aantal keren dat die spoel, die draad dus ronddraait om een weekijzeren kern, die verschilt zowel links en rechts. Nou, en dat kun je gebruiken om de spanning en de stroomsterkte mee te veranderen. En dat gaat dan met deze formule. De spanning die je op de primaire spoel aansluit, dus bijvoorbeeld op de linkse, gedeeld door de spanning die van de secundaire spoel af gaat komen, dat is dan bijvoorbeeld de rechtse. Als je die op elkaar deelt, dan komt er hetzelfde uit als dat je het met het aantal windingen van de primaire spoel doet aan de linkerkant, gedeeld door het aantal windingen van de primaire spoel aan de rechterkant. Dus. En met de stroomsterkte is het juist andersom. Ja, dus de stroomsterkte van de secundaire spoel, gedeeld door de stroomsterkte van de primaire spoel, dus in dit geval de linkse, je ziet die staat precies andersom in de formule. Nou, spanning, stroomsterkte en windingen zullen we wel kennen. Spanning heeft als eenheid volt, stroomsterkte heeft als eenheid ampère. Aantal windingen is gewoon een aantal, zeg maar. Dus niet een speciale eenheid. Nou, bijvoorbeeld een sommetje, bijvoorbeeld. Stel bijvoorbeeld, je sluit 6 volt aan op aan de linkerkant. Dat moet in de komma zijn, ga ik even veranderen en zo. En je weet niet wat er dan van de secundaire spoel af zou komen. Tenminste, dat weten we nog niet, dan kun je uit gaan rekenen. Stel dat er aan de linkerkant 200 windingen zitten, dat betekent dat de draad 200 keer een cirkelbeweging rondom die weekijzeren kern maakt. En aan de rechterkant gebeurt dat 500 keer, dus dat is meer. Verder weet je dat aan de linkerkant dat er een stroomsterkte van 0,25 ampère ingaat. En aan de rechterkant komt er dan ook stroom uit, maar je weet niet hoeveel. Het is allemaal wisselstroom en wisselspanning. Bij gelijkspanning werkt dit allemaal niet. Dan kun je uitrekenen wat de spanning aan de rechterkant zal worden en de stroomsterkte aan de rechterkant. We gaan er even uit dat het een ideale transformator is, dus dat er geen energieverliezen zijn. In werkelijkheid is dat natuurlijk altijd wel zo. Die negeren we hier even. Nou, gaan we het formuletje invullen. De spanning van de primaire gedeeld door de spanning van de secundaire is het aantal windingen van de primaire gedeeld door het aantal windingen van de secundaire. En dat vul ik dan in. 6,0 volt gedeeld door de onbekende spanning is 200 windingen gedeeld door 500 windingen. Nou, dan is het niet zo moeilijk meer om deze uit te rekenen natuurlijk. Dat is dan even kruisingsvermenigvuldigen. Die spanning van de secundaire gedeeld door 200 is gelijk aan 6 maal 500. Je ziet dat staat hier. Ja. Nou, en dan is de spanning van de secundaire is dan die 6 maal 500 gedeeld door 200. Je zal het allemaal uitschrijven zoals je ziet. En dan blijft dan 15 volt te zijn. Nou, wat dan met de stroomsterkte? Dan gaan we de rest van het formuletje. De primaire aantal winningen aan de primaire kant gedeeld door het aantal winningen aan de secundaire kant. Is gedeeld door de stroomsterkte aan de secundaire kant. De topjes gaan hier boven de deelstreep gedeeld door de stroomsterkte aan de primaire kant. Nou, invullen. 200 winningen, 500 winningen. De stroomsterkte aan de secundaire kant weten we niet. Aan de primaire kant is 0,25 ampère, dat was gegeven. Ja, dan is het een kwestie ook weer van kruisingsvermenigvuldigen. Dus de primaire, secundaire stroomsterkte maal 500 is 0,25 maal 200. Je ziet dat staat hier uitgeschreven. Ja, hier staat dat hier al. En dan is het niet zo moeilijk om de primaire stroomsterkte uit te rekenen. Hier staan die 200 maal 0,25 gedeeld door 500. Je ziet dat staat hier allemaal. En als dat uitgerekend is dat 0,10 ampère. Nou, in werkelijkheid zullen de waarden 15 volt en 0,10 ampère iets lager zijn, omdat in werkelijkheid ja, nooit een ideale transformator hebben. Het is altijd wel enig energieverlies. Maar in deze opgave wordt dat genegeerd. Je kan natuurlijk een opgave maken waarbij je dat niet negeert. Dan wordt de formule iets ingewikkelder. Hè. Dan komt er een soort van rendement in. Oké, dankjewel voor het kijken en even tot de volgende keer.